welkom bij deze nieuwe video, mensen. Ik heb mijn haar weer gesteld, want ik heb dit weekend een fotoshoot waarbij ik stijl haar moet hebben. Maar goed, daar gaat het niet over. Ik ga vandaag de nieuwe najaar 2021 collectie van Essence testen. Ik heb hem ontvangen in PR. De Catrice collectie had ik ook ontvangen. Daar heb ik al een hele video over gemaakt. Het staat al online op mijn kanaal. En nou is het tijd voor Essence. Meestal komen ze allebei in één pakket, maar dit keer los van elkaar. Geen idee waarom. Wat mij dit jaar wel opvalt, is dat er niet echt veel nieuwe producten zijn. En er zijn een aantal oudere producten die ook hierbij zitten. En dat is best wel frappant. Maar ik neem aan dat dat komt door corona en ze daardoor niet echt heel veel nieuwe dingen hebben kunnen uitbrengen. Dus dat is maar wat ik ervan heb gemaakt. Maar goed, vandaag gaan we dus deze super betaalbare collectie van Essence testen. Het is een eerste indruk video. Ik heb het nog niet gebruikt, dus we gaan het gewoon vandaag aanbrengen en kijken wat we ervan vinden. Het is zowel skincare als make-up, dus dat maakt het ook weer extra leuk. En ja, ik ben gewoon echt heel benieuwd. Ik hou altijd van goedkope make-up. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, jongens, ik ga beginnen met de skincare. Want die heb ik al gebruikt. Die moet ik altijd wat vaker gebruiken om echt te weten wat ik ervan vind. En ik heb hier 2 producten. Ik ga beginnen met het gezichtsproduct. Dit is de Essence Hello Good Stuff Sleeping Mask. Dit is dus een slaapmasker die je kunt aanbrengen voordat je gaat slapen. Als je je hele gezicht hebt gereinigd. En dan kan je de hele nacht intrekken. En er staat dat het je gezicht hydrateert en relaxed. Het heeft ook echt een hele heftige lavendergeur. Die geur is echt best wel heftig. Als je daar niet van houdt, gaat dit al gelijk niks aan voor jou. Ik heb hem elke nacht gebruikt. Ik heb hem nou denk ik iets van 4-5 keer gebruikt ofzo. Ik ben niet echt de grootste fan van lavendergeur. Ook had ik niet echt de indruk dat het nou echt heel veel doet voor mijn gezicht. Ik heb echt betere producten. Dus dat is de reden dat ik dit product denk ik niet echt meer ga gebruiken. Het volgende wat ik al heb gebruikt is voor de voeten. Dit is de Essence Ultra Care Foot Mask. Dit is dus een voetmasker die je ook weer 's nachts op kunt doen en dan de hele nacht kunt laten intrekken. Ook deze heb ik gebruikt en deze vind ik wel fijn. Er staat online dat dit voetmasker de huidbarrière van je voeten versterkt en eelt voorkomt. Het masker bevat zeezout, shea butter, urium, panthenol en allantoin, of hoe je het ook allemaal uitspreekt. En dat hydrateert de voeten en verzorgt ze. Dit vond ik echt een fijn masker en het doet ook echt wat er online staat. Ik heb een best wel droge huid en ook droge voeten. En vooral om mijn teennagels heen wordt het altijd zo droog wittig. En dat vind ik altijd vreselijk. Ik moet het altijd helemaal insmeren. En nadat ik dit maskertje had gebruikt, was dat gewoon helemaal weg. Je moet hem 2 keer per week aanbrengen. Dus deze vind ik echt fijn. Hij hydrateert de voeten echt optimaal. En I really love it. Oké, dit waren dan de 2 producten die ik al heb gebruikt en mijn mening daarover. Nou gaan we beginnen aan de make-up. Een van de producten is deze foundation. Dit is de Essence Fresh and Fit Foundation. Deze bestaat echter al ruim 3 jaar of zo. Deze bestaat al vanaf 2018 en het is nu 2021. Dus ik snap niet waarom dit nou weer hierbij zit. De kleur is ook veel te licht voor mij. 20 Fresh Nude. Hij is ook helemaal niet meer echt online te koop of bij de kruidvat of whatever. Dus ja, ik snap niet echt waarom dit erbij zit. En daarom ga ik hem ook vandaag niet gebruiken, want hij is niet eens te koop ergens. Voor de rest ga ik de rest wel gebruiken. En ik ga beginnen met de wenkbrauwen. Dit is de Essence Aftershave Brow Roller Cooling and Calming. Dit is dus iets wat je wenkbrauwen verkoelt nadat je ze hebt geharst of geplukt of whatever je ook doet. Dit is echt zo'n product waarvan ik niet wist dat ik hem moest hebben, maar ik hem wel echt moest hebben. Ik doe altijd allebei. Ik doe zowel harsen als epileren. En het wordt hier altijd helemaal zo heet en warm. En dan heb ik inderdaad echt een beetje behoefte aan iets wat het verkoelt. Dus toen ik dit zag, ik wist helemaal niet dat het een ding is. Maar dit leek mij echt ideaal. Er zit hyaluronzuur in, panthenol en aloe vera. En dat gaat er allemaal voor zorgen dat het je huid herstelt. Nou, ik moet echt wanhopig mijn wenkbrauwen doen. Er zijn hier echt superveel haartjes. Dus ik ga het eventjes snel, ik denk gewoon vandaag alleen maar epileren. Er is geen beter pincet dan Tweezerman. Oh my god. De prijs is een beetje hoog. 25 euro. Nooit in mijn lang zal ze leven dat ik 25 euro zou betalen voor een domme ass pincet. Maar ik heb hem nou ontvangen in PR. En hij is zo goed. Hij trekt elk haasje er gewoon gelijk uit. Dus nou ben ik helemaal van gedachten veranderd. Ik vind het wel het geld waard. I love it. Oké, laten we even een beetje gaan epileren. Ik ga wel even met een spiegel een beetje naar voren halen hiervoor. Oké,
Oké, ik ben klaar. Zoals je kunt zien is het nou hier een beetje rood geworden. Ik heb best wel veel haartjes eruit getrokken. Laten we nou ingaan met deze gel. Ik hoop wel dat hij gewoon goed opdroogt. Oké, laten we gewoon een beetje rollen. Oeh, hij is super koud. Dit voelt echt top aan. Wow, hij is echt heel koud, jongens. Maar ja, dat is ook de bedoeling van iets wat verkoelt. Oké, nou eventjes zien hoe snel dit gaat intrekken. Ik zag by the way online bij Bougie Shop dat er een heleboel nieuwe Essence make-up is. En ik wilde wat bij bestellen voor de video van vandaag. Alleen alles was de hele tijd uitverkocht. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Anders hadden we vandaag echt meer producten gehad. Dit is echt een fijn product. Het is ook gewoon helemaal ingetrokken. Oh, I love it. Deze ga ik zeker gebruiken. Oké, het volgende is voor de ogen. Dus ik ga mijn hele gezichtsmake-up doen. En mijn wenkbrauwen en alles. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens. Ik heb mijn hele gezichtsmake-up gedaan. Want ik heb verder niks meer voor het gezicht. We gaan beginnen aan de ogen. Dit is de Essence I Like To Malve It Eyeshadow Palette. Dit is echt het meest schattige klein paars-lila-achtig paletje. Essence is uitgekomen met een heleboel van dit soort kleine paletjes. En deze heb ik gehad in PR. Die mij eigenlijk aansprak was de blauwe. Maar goed, ik heb hem gewoon gehad in het paars. Dus hier gaan we het gewoon maar mee doen. Hij kost slechts €3,50, jongens. €3,50. Dat is echt belachelijk goedkoop. Je krijgt 6 kleurtjes en een grote spiegel. 3 kleurtjes zijn mat en 3 zijn glanzend. Ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit. Vooral voor die super, super lage prijs. Essence heeft nooit altijd echt de beste oogschaduwen. Dus mijn verwachtingen liggen echt super laag. Maar het voordeel van dat is dat het niet slechter kan gaan dan dat ik al heb in mijn hoofd. Dus ja, ik ben hier gewoon heel benieuwd naar. Ik ga hiermee gewoon even een snel draagbaar lookje mee maken. Dus laten we inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met deze hele lichte matte kleur. Die ga ik aanbrengen over mijn hele oog om het een beetje mat te maken en wat lichter te maken. Ik heb al gepruimd met concealer. Ik wil de look van vandaag ook echt daadwerkelijk ophouden, dus ik maak een mooi draagbaar lookje. Dan ga ik in met de lichtbruine matte kleur hier. Dit paletje is echt cool tone, dus voor alle cool tone lovers gaat dit echt ideaal zijn. Ik ga in met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast en dan breng ik die kleur aan in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met een beetje grijsachtige matte kleur hier. En die gaat ook in mijn arcadeboog, maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. Nou gaan we het echt super, super cool tone maken. En ik maak van dit soort ronde bewegingen, want ik wil de look gewoon heel rond houden, zeg maar. Oké, iets meer pigment was fijn geweest. Beide matte kleuren ga ik nou ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik vind de combinatie van de twee kleuren heel erg mooi. Doordat ik nou bruin met grijs een beetje mix, wordt het zo'n hele aparte, beetje taupe-achtige kleur ofzo. Ik vind het een hele mooie aparte kleur. Dan gaan we in met de glanzende kleurtjes. Welke gaan we gebruiken, jongens? Ik denk dat ik ze er gewoon alle drie in ga knallen. Ik begin met deze donkere paarse kleur. En die druk ik hierin op mijn ooglid in beide hoeken. Ik begin in de hoek hier. En dan ook zo hier in de binnenste ooghoek. Wauw, die kleur is wel echt heel mooi. Al heeft die kleur wel echt veel fallout. Dat is wel weer minder. En dan pak ik de paarse glanzende kleur hier, de medium kleur. En die breng ik dan hier zo in het midden aan. Oké, die heeft echt bijna gewoon geen glans. Wat is dit? Ik breng het met mijn vinger aan. Oké, dat maakt echt nul verschil. Dan pak ik weer deze grijze matte kleur. En dan ga ik met die kleur, de glanzende kleuren, een beetje uitblenden bij de randen. Om het echt goed smoky te maken. En dan pak ik weer die grote fluffy kwast van het begin met deze lichtbruine matte kleur. En dan ga ik een beetje over de randen om alles nog extra soft te maken. Dan pak ik de lichtste paarse glanzende kleur. En die breng ik aan hier in de binnenste ooghoek. Oeh, die kleur vind ik wel echt heel erg mooi. Nou, ik heb nou echt letterlijk elke kleur in het paletje gebruikt. Gewoon alle 6. En dit is dan de ooglook die ik ervan heb gemaakt. Is het mijn beste look? Is dit het beste paletje? Nee, ik mis echt een beetje pigment en zo. En ik mis heel veel glans en dat soort dingetjes. Voor €3. Ja, wat verwachten we nou toch? €3,50. Ja, wat verwacht je? Het is oké voor die hele lage prijs. Dan heb ik hier ook 2 mascara's die ik wil gaan testen. Ik begin met de Essence Lash Princess Curl & Volume Mascara. De Lash Princess mascara van Essence vind ik echt de fijnste mascara van hun. Ik heb hier ook nog 2 andere versies. Deze groene, dit is de False Lash Effect. En ik heb hier de blauwe, de waterproof versie. En dit is hun nieuwste. En ik hou van mooie, lange, gekrulde wimpers. Dus ik heb echt hele hoge verwachtingen hiervoor. Aangezien ik ze echt allemaal fijn vind. En dan heb ik hier nog een nieuwe mascara. Dit is de Essence Double Trouble Extra Black Mascara. En deze zou heel veel definitie en vooral volume moeten geven. En
dit is dus echt volgens mij gewoon compleet een nieuwe mascara. Ik ben echt heel erg benieuwd. Oeh, een hele aparte borstel. Andere is een beetje, ja, hoe moet ik dit noemen? Ik weet nooit hoe ik iets moet beschrijven. Dit is hoe ze er allebei uitzien. Twee hele verschillende borsteltjes, maar ze zien er op zich allebei goed uit. Oké, ik ga de Double Trouble hier gebruiken en de Lash Princess hier. Ik ga wel eerst allebei mijn wimpers krullen, want ik heb de meest slechte, rechte, korte wimpers die er bestaan op deze wereld. Jongens, ik heb er een beetje een puinhoopje van gemaakt. Hier zit mascara, hier. Oh my god. Ik laat het gewoon allemaal opdrogen en dan kan ik het er zo afkrassen. Ik vind deze Double Trouble echt helemaal niks. Ik zie helemaal geen volume. Hij was ook best wel waterig. Hij doet echt helemaal niks. Deze Lash Princess vind ik wel fijn, maar ook hier mis ik een tikkietje volume. Dus ik vind de groene beter, want de groene geeft echt volume, lengte, alles. Oké, dan is het tijd voor de lippen. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. Ik heb een wing gemaakt en nep wimpers. Ik heb deze Primark wimpers op in de stijl 730. Hele heftige wimpers. Nou gaan we verder met de lippen. Ik heb hier eerst een lippotloodje. Dit is de Essence Soft and Precise Lip Pencil. Deze heb ik in de kleur, volgens mij is dit de kleur 203 My Advice, but I'm not sure. Het is een beetje rozig. En deze lipstick die er hopelijk bij past. Dit is de Essence Hydrating Nude Lipstick in de kleur 302. Dit lijkt maar echt een prachtige kleur. Ik ga ze even allebei naast elkaar swatchen. Oh, deze heeft niet heel veel kleur. Er staat dus op dat hij hydrateert. Dus het is een beetje een balmpje. Kijk, het is een beetje een glanzende lipstick. Een beetje balmpje met heel veel kleur. Ik denk dat ze echt perfect samengaan en ook perfect samengaan met deze ooglook. Dit lippotloodje is echt vreselijk. Oh my god. Het kostte mij 100 jaar om hier een beetje pigment van af te krijgen. Nou, laten we ingaan met de lipstick. Oeh, de lipstick vind ik wel heel fijn. Deze kleur is sowieso te licht voor mij en staat totaal niet met heel deze look. Maar whatever. Ik vind hem wel fijn. I like it. Het voelt echt aan als een balmpje met gewoon heel veel pigment. Fijne lipstick. Oké, en dan heb ik hier nog een lipstick ontvangen. Dit is de Essence Cool Collagen Plumping Lipstick in de kleur 203 My Advice. Oh, dit lippotloodje gaat samen met deze lipstick. Ik dacht dat die samen ging met deze. Het is allebei de kleur 203 My Advice. Oké, dat was een klein beetje stupid. Nou gaan we deze combo proberen. Wat hebben we hiervan geleerd, Sarah? Eerst lezen. Ook al vind ik het lippotloodje niet fijn, ik ga hem toch gewoon even opnieuw aanbrengen. Oké, deze is een klein beetje donkerder. De kleuren lijken heel veel op elkaar, alleen de ene is iets lichter. En ze voelen ook allebei aan als een balm. Er staat op plumping. Nou, dit is niet echt plumping. Mijn lippen lijken niet echt voller of zo, maar ik vind de kleur wel echt veel beter. En ik vind hem ook gewoon heel fijn. Ik vind de Essence lipsticks altijd wel fijn. Nou, dan zijn we klaar. Even een beetje fixing spray. Welke gaan we opdoen? Ik ga voor mijn Benefit Professional spray, want die maakt alles mooi egaal. Oké, jongens, dit is dan de hele make-up look en de hele collectie. Wat vonden we ervan? Er zaten een aantal slechte, maar ook een aantal goede producten bij. Ik zal eventjes vliegensvlug vertellen wat ik nou van alles vind. Beide lipsticks vind ik echt heel erg fijn. Ze voelen super fijn aan op de lippen. Dit lippotloodje vind ik helemaal niks. Veel te stroef. Elk lippotloodje van Essence vind ik niet zo fijn. De twee mascara's ben ik ook niet zo van onder de indruk. Dit paletje is voor de lage prijs best wel oké. Als je een beginner bent of je bent nog heel jong, is dit best wel gewoon fijn om en mee te oefenen. Dit product is echt de winnaar van vandaag. Deze en het voetmasker. Deze twee producten, I love it. En dit gezichtsmaskertje vind ik ook niet zo fijn. Doet niet echt iets voor je gezicht. Laat me weten wat jij van de collectie vindt beneden in de reacties. En van deze make-up look, is dit iets wat jij zou aanschaffen? En is dit een look die jij zou dragen? Ja of nee? Let me know. Kom lekker gezellig kletsen met mij. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld. Je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!